We zijn in Stavelot en we gaan zo meteen Manu Militari de Col du Stockeu. Want er staat wel degelijk op het bordje ginds Col du Stockeu. Ja. We gaan een col doen, gasten. Ja, nou ja, ik kijk er naar uit. Maar dit gaat de eerste keer zijn dat ik hem van deze kant doe. Dus normaal gesproken in Luik, dan kwamen we altijd hier naar beneden. En dan naar de Haute Levée. Ja. En nu... Nu doen we eigenlijk de afdaling, dus ik ben benieuwd. Ik heb hem al gedaan ooit en kan één ding zeggen, het is recht toe, recht aan. Het is een muur, steil omhoog, tot 20%, 21%. We zullen eraan beginnen. Ja, top. Top. Dit is toch pittig, hè? Al, het blijft gewoon gelijkmatig stijgen, maar altijd dezelfde percentage. Dit is 9% toch. Ik denk dat hij zeer gelijkmatig gewoon dezelfde percentage blijft stijgen. Maar daar lijkt me nog iets stijler. Dat is een stukje stijler nog, hè? En mijn witte sokken worden allemaal grijzer en grauwer. De regen is gevallen, Karsten. Ja, heerlijk. Hoort erbij, hè, bij Latmeijer. De Ardennen, ja man. Goh, ik heb jarenlang hier getraind. Ik woon eigenlijk niet zo ver hier vandaan, in Maastricht. En als er weersvoorspellingen waren, het is kans op een bui, dan wist je dat het ging sneeuwen, zeg maar, in de Ardennen. Het hoort er ook gewoon een beetje bij en daarom is het er ook zo mooi groen. Dus, voor mij, de Stockeu, super stijl. Ja. En klimt gelijkmatig, maar op het einde zit er echt nog wel een stuk in bij tot 20%. Ja. Voor mij is de top hier. Ja. Hoewel hij nog een stuk doorloopt hier. Ja, ja. Een stukje verder, misschien meer vals plat doorloopt. Maar hier is voor mij de top bij het monumentje voor Eddy Merckx. De Eddy. Vijfmaal winnaar van Luik Wassenaken Luik. Karsten. Ja. Dat kunnen er niet veel zeggen. Het is mij niet gelukt. Mij zal het ook nooit lukken. Dus voor Eddy. En we staan hier op zijn 75ste verjaardag, hè? Ja, inderdaad. Ook bijzonder. Een bijzondere dag eigenlijk. We gaan zo meteen een fotootje nemen en we gaan dat zeker nog sturen. In ieder geval, evaluatie Stockeu. Ook een iconische klim uit Luik-Bastenaken-Luik, uit Ardennen. Moet je als wielertoerist absoluut hebben gedaan. Maar leg hem op een klein verzet, want het zal nodig zijn.